Je heeft de illusie van, van vrijheid. Ja, ik ja. laat u ik zeg maar iets, ik ken een pak foto's, ik laat u een foto kiezen. Ja. Jij kiest compleet vrijwillig, maar ik wist welke foto hij ging kiezen. Ja. Hoe komt dat? Omdat ik in de toekomst kan kijken, ik denk het niet. Ja. Of omdat ik ervoor gezorgd heb dat, dat heel je de situatie weet. ertoe geleid heeft dat jij die keuze ging maken. Oh, mm. Up, uh. Solidariteit. Zo belangrijk. Moeten daar actie voor ondernemen. <laughs> is een goede persoonlijke ja. reflecties om jezelf altijd in vraag te stellen. Maar nu, nu gaan we er echt voor gaan. Dus here we go. Welkom bij een nieuwe aflevering van Discours met de Boys. Vandaag zitten we hier met comedian/slash mentalist Gilly, of ook wel hein, lieve Gijzen als, als gewone mensennaam. Alweer uh, Voilà. Welkom en uh, bedankt om tijd vrij te maken. Uh, Wordt uh, word enorm geapprecieerd op uh, deze feestdag eigenlijk ook. Uh, het is uh, wapenstilstand vandaag. Ja. Dus uh, nee, goed. Ja, zoals altijd kunnen we een heleboel uh, kanten uitgaan, wat we ook altijd wel doen, denk ik. Maar wat ik zo interessant vind aan dit gesprek is ook wel het stukje van mentalist. Um, waarin dat uiteindelijk toch altijd hoe moet ik het zeggen. Um, de menselijke biologie heel goed begrepen wordt om eigenlijk bepaalde principes he, te gaan misbruiken of uh, gebruiken. Ik hangt ja. er al vanaf waar de intentie is, om het zo te zeggen. Wat denkt ik... denk u? <laughs> ja. En ik denk um, dat we ons daar vaak te weinig zelfbewust van zijn, omdat we altijd wel spreken over ratio. He. De mens dus bekijkt zichzelf ook als een heel rationeel dier. En dat klopt in zekere mate ook. Maar we moeten ook niet ontkennen dat we een hele biologisch-menselijke natuur hebben die toch ook wel wat, wat, wat valkuilen mm -hmm. heeft. Um, dus voilà. Misschien even heel kort, uh, voor de mensen die je misschien iets minder goed kennen, hoe ben je er zelf zo wat ingerold? Uh, ingerold is het juiste woord, eigenlijk. Uh, okay. Als kind kreeg ik van Sinterklaas een toverdoosje, toen ik een jaar of acht was. zoals uh -huh. ik denk, 95% van de kinderen, uh -huh. voilà. Toverstokje, en, een hoedje erin. Uh, en voilà. Een uh -huh. starterskit, eigenlijk. Uh -huh. uh, maar ik was een van die 0,005% kinderen die uh, dat niet gewoon open deed en een keer probeerde en dat in de kast meet, maar er effectief... Uh, uh, drie weken later al mijn eerste showje deed bij zuster Gerda op het ja, kerstfeestje na <laughs> <laughs> mijn toverdoos en toen was ik uh, acht jaar en een half negen jaar zoiets. Uh, uh, ja, super, um, en dan uh, ja, tijdens mijn middelbare schooltijd uh, ja dan ging ik veel gaan spelen en zo met de, de strenge afspraak met mijn ouders van ja dat mag allemaal maar je punten moeten goed zijn dus als de punten niet goed waren dan werd dat hmm. op van dat weekend uh, gekanceld, ja, nee, nee. Ja, so dus dat was zo uh, een beetje vechten om, om toch te kunnen blijven spelen. Dan wilde ik uh, op 18-jarige leeftijd, dan moesten we weer kiezen van wat ga je nu doen. Ja. Ik had latijn-wiskunde gedaan. Mm. Uh, ik wilde iets meer doen naar theater toe, maar dat was vooral in het diepe West-Vlaanderen not done. Hmm. Uh, om, om daarvoor te gaan. Dus ik moest eerst een echt diploma halen. Dat heb ik dat gedaan? Ben ik dan uh, afgestudeerd als ergotherapeut? Ja. En dan uiteindelijk kruipt dat bloed wat dat niet kan, gaan kan, denk ik. Uh, is in die optredensfeer beginnen uh, komen. Werd dat vrij druk. Ben ik dan halftime beginnen werken uh, gedurende vijf jaar, loopbaanonderbreking. Na die vijf jaar moest ik dan kiezen wat ik deed. En dan in 1991 of 1992 heb ik dan beslist om uh, niet meer terug te gaan naar dat OCM mee om daar te gaan werken, maar ja. gewoon uh, te proberen. Alright. En hier zijn we. Ah, valasse, ja. cool, hoppa. Ja. Nee, dus en... Um... 20, 30 jaar verder. Ja, dat is een goede keuze geweest. Was maar ja. zo weinig, man. Ja. <laughs> Goh, misschien voordat we starten, we hebben eerst even een, een, ja. een chingetje. Heb je ooit al Jack Daniel's honey gedronken? Nee. Nee? Uh, drink je soms eens whisky? Ja. Is er uh. cola? Is er een rijstblok? <laughs> ah, wel, maar als je zo denkt, dan ga je het je misschien smaken, want het is wat zoeter. Het is dus effectief met honing. Dus uh... Maar het is... Oei, uh... <laughs> oei, 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 Nee. Nee, al die sterke dranken is echt mijn... Nee? Nee. Oké. Nee, maar nee, okay. nee, is goed whisky erbij, ja. En dan nog, eigenlijk doe ik dat meer met Bacardi maar ook met ouder te worden drink je gewoon minder sterke dranken. Ja. Ja. Ah, voilà, nee, denied. Okay. Voilà. Geen ja, goede drank. Nee, drink. Um, <laughs> nee, dus, nee, nee. Ik vind dat niet lekker. Ja, ja, ja dat, dat is wel lekker. Ja. Dat is wel ja. van de beste whisky's. Uh... Jack Daniels? Jack Daniels wordt toch... Dat is had, ja? zeker een heel uh, dat is een groot goeie, merk. Ja. Ja. Uh, dat is zeker ah, wel. Ja. Uh, nee, oké, okay, ja, goed. Dus uh, nee, uh, grappig inderdaad hoe dat je dan zo uiteindelijk dan toch hebt kunnen blijven doorduwen en, uh, en uiteindelijk doen wat je wat, denkt dan waar je hart uh, ligt. Um, misschien... We mm, kunnen een aantal kanten op gaan. Ja, ene waar ik zelf wel leuk vind, ik weet niet of dat iedereen het nog kent, hè, maar gaat vroeger altijd het, het zesde zintuig op uh, VTM, als ik me niet vergis. Ja. 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 En, uh, en, voilà. en ik zag dat je daar in een tijd ook echt best wel wat rond hebt gedaan om eigenlijk uh, niet te zeggen uh, dat paranormaliteit niet per se niet bestaat, maar wel dat de meeste mensen die het opeisen uh, niet per se beschikken over. Uh, nee, alle uh, mensen die uh, het opeisen, mag je zeggen. Oké, okay, okay. alle mensen. Uh, het wordt al jaren, is er zo'n een, een challenge geweest: hmm. de Million Dollar Challenge. Okay. Uh, dat was aanvankelijk vanuit Amerika, maar hier in, in Vlaanderen, met SCAP, hebben we dat ook uh, een, een jaar, een miljoen, dollar, een miljoen euro die op rekening stond. Ja. 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 En het enige wat je moet doen om dat geld in je zak te steken, is gewoon uh, onder gecontroleerde omstandigheden doen wat je zelf kunt dat je kan. Dus ja. Echt moeilijk is dat niet, dacht ik, nee, nee, nee. 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 maar wat blijkt, uh, ja, telkens weer, uh, iedereen, iedereen, maar werkelijk iedereen die getest werd, uh, viel door de mand, was zijnde, nee, je kunt niet wat dat je zegt dat je kunt, nee. dus uh, ze zijn ermee begonnen uh, in de jaren 60, eind jaren 60. en pas vier, vijf jaar geleden hebben ze die challenge stopgezet, Maar ze het heeft geen zin, nee. er, kom, er komt toch niemand die, die, uh, ja. die het geld wil meenemen. Ja. Ja. Wat heel bizar is, want als die mensen zo echt zijn als ze zelf willen, als ze ja. zelf zeggen tenminste, ja, dan uh, moeten ze dat met gemak doen. Dan moeten ze ons met, met verstomming slaan, dat ja. de hele wetenschappelijke wereld op zijn kop staat. Maar dat gebeurt dus nog altijd niet. En wat zijn zowat van die voorbeelden dat mensen zeggen: van hey, ik ken dit? Ja. Ja, van alles. Dat gaat over uh, dingen voorspellen, contact met de doden, uh, aanvoelen van energieën, uh, pendelen. Van alles. Ja. Dus, ja. Allee, beeld het u wat zou kunnen bestaan, en het zal waarschijnlijk ook wel bestaan. Want ja. de, de fantasie van zo'n mensen is echt uh, grenzeloos. Ja, zeker. Ja. Het zal, zal zeker ook wel oké okay zijn om wat fantasie te hebben, maar inderdaad, het wel belangrijk is dat je het op zijn minst dan kunt hardmaken. Ja. Uh... ja, maar dat is, zij, zij geven hele sterke uh, beweringen, Nee, dat vraagt, naar mijn gevoel, sterke bewijzen. Mm -hmm. Waar zij zeggen, nee, dat, kan niet, dat moet niet bewezen worden, dat is gewoon zo, en jullie kunnen dat met jullie wetenschappelijke dingen allemaal niet meten. Ja. Ja, het is toch niet moeilijk als je met tante Julia wilt contact nemen, en die antwoord, om dan te zeggen wat tante Julia allemaal... Zegt. En de, de gemakkelijke, die zeggen, ja, we zien u, uh, ik zie u vanuit de hemel, en ik let op u, en ik hou van u, blablabla. Bla, bla. Ja, ja, maar maar vraag de keer nee. aan tante Julia waar die doos met geld zit, die verstopt is en die niet meer boven komt. Dan zal Tante Julia weinig antwoord geven. Ja. Ja, ja, ja. Als je te specifiek gaat, ja, dan ja, ja. Uh, is het wel ja. moeilijk om het her te maken. Hm. En, uh, en zelf, als je zo dan de mentalist-rol opneemt, zijn er zo zelf een aantal zaken die je leuk vindt van principes om zo te gaan ja, in, de, in de spotlight zetten, waar we ons zelf niet bewust van zijn? Wel, het is heel, heel fijn om. De, de grondslag van, van illusionisme is uh, techniek, uh, verbazing oproepen, maar ook. Uh, zorgen dat mensen echt zitten uh, beginnen te twijfelen. Hm? Dus ik gebruik alle technieken die er bestaan om bij uw voeten te spelen en te doen alsof ik een zesde zintuig heb. Ja. Ik ben er heel eerlijk over. Ik gebruik alles, behalve dat echt zesde zintuig, want dat heb ik niet. Ja. Ja. En dan merk je dat ik eigenlijk net hetzelfde kan als die mannen, zelfs beter en spectaculairder, ja, omdat ik het gewoon ook toegeef dat het allemaal niet echt is, maar ja. het wel heel echt laat lijken. Ja, ja. En dat is heel fijn om ermee te spelen. Als mensen dan in een show komen zien, wat ik in het begin zeg van... Alles wat je vanavond gaat zien, is een illusie. Wat ik afsluit met te zeggen, alles wat je gezien hebt, is niet echt, maar is, is gewoon... De, de, de effecten nabootsen, dan nog... Komen er mensen naar mij, ja, maar ja, als je dat dan allemaal kunt, waarom doe je dat dan niet echt? En, zeg maar, en hoe, hoe harder ik zeg dat ik niet echt ben, hoe minder dat mensen dat geloven. In de periode van het zesde zintuig, uh, allemaal springt er dan natuurlijk op uh, met een uh, diepgravende journalistiek, en uh, ze hadden een aantal van die mediums ondervraagd. En er zat er één tussen die zelfs zei: van ja, maar. Uh, er waren een aantal meningen, maar de, de, de grappigste vond ik, uh, ene die zei van, ja, maar die Nijili, die een, heeft wel een zesde zintuig, maar hij weet het zelf nog niet. Ja. Want hoe zou hij anders al zijn stunts kunnen doen? Ja. ja, ik weet wel hoe dat ik ze doe, en het is zeker niet mijn zesde zintuig. Ja. 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 Maar toch, hoe, hoe harder dat je roept, het is niet echt, hoe, hoe harder dat ze, dat ze het niet geloven. Dus mensen ja. beginnen eigenlijk stil aan het zesde zintuig bij je op te leggen, van, geef ja. toe dat je het wel hebt, en dat het ja. eigenlijk geen trucken zijn. En vandaar dan met de, 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 de titel van de show in die tijd ook, iedereen paranormaal, omdat ja. iedereen kan wat ik al, zolang dat je weet wat je moet doen en wat ja. je moet opleiden, ja. maar zo boven natuurlijk is het niet. Het ziet er allemaal uit, het voelt zo mm. aan, wat is het niet? Ja. En wat je zelf zo, uh, ja zeg maar dan een, een, een opzet of een bit, waar je zo zelf trots op bent dat je dat uh, kunt. Uh, of... Goh, het fijnste en dat is ook ja. de reden waarom dat we op een podium gaan staan, is gewoon dat je een zal kunt boeien gedurende een hele tijd. Mm -hmm. En dat is het fijnste wat er is. Als dat lukt en je krijgt dan de respons ook. Uh, het applaus, de liefde en de aandacht. Ja. ook weer iets waarvoor we het allemaal doen. Ja, 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 dan is dat, is dat de max, natuurlijk. Ja. Hm. Maar hoe kom je zo op, op bepaalde illusies? Hoe, hoe, hoe ontstaat dat eigenlijk? Want je moet toch. Hey, je zit dan aan het voorbereiden. Oké, okay, ik ga een show maken. Wat moet er allemaal in zitten? Ja. Die illusie, die ja. illusie. Hoe kom je daarop? Ga ja, ja, uh, probeer een verhaal te vertellen. Hè? Ja. Um, in de eerste voorstelling in de tijd. Uh, iedereen paranormaal was het boodschap eigenlijk van, ieder, het, is, het is niet boven natuurlijk, iedereen kan wat ik kan, ja. moet gewoon weten wat je moet doen. De tweede sh de show erachter ging dan meer over, he, noemde ook CTRL, control, je had dus eigenlijk van, ik ga jullie heel land controleren en manipuleren, en jullie vrije keuzes, ga ik zorgen dat we, dat, dat wel de mijne is, ja. mm -hmm. die vrije tussen aanhalingstekens. Mm -hmm. Terwijl dan, Charlatan, de laatste theatershow, waar ik nu uh, drie jaar geleden mee gestopt ben, uh, ging dan over het feit van kijk, gasten, ik ben het nu al al die jaren aan het zeggen. Je gelooft me niet, ik zeg het niet meer. Nu ga ik jullie gewoon bedriegen. En ik ga een nood creëren uh, bij jullie dat je zelf nog niet hebt. Okay. Dat was het begin van de show. Okay. Ja. En tijdens de show we, ik had dus een hele hoop merch gemaakt, maar allemaal echt rommel. Badjes, t-shirts, uh, boekjes, barbeds. Van alles. Hmm. Met de bedoeling, is dus zelfs een single opgepakt. Ook die, met de bedoeling al die rommel, echt rommel te verkopen na de show. En wat bleek, mensen stonden effectief in rijen om, dat te, om, om, om aan te kopen. Dus dat was tof natuurlijk, dat mijn kosten allemaal terugbetaald werden, dat ik <laughs> stop dat om mijn punt te maken. Ja. Maar het is langs de andere kant wel zo, dat je dus echt mensen zegt van, ik ga dat doen, je doet het, en ze, ze lopen er nog in. Ja, ja, ja. ja inderdaad. Dus nooit een, een sales job overwogen. Maar ja. <laughs> nee, uh, in de tijdlijn had hij al speel op mij voor de boekhouding te doen. En dat zag er hoe uit, maar. <laughs> je kunt me zo vergoochelen. Ja, ja, <laughs> <ja, dat is. lacht> um, en inderdaad, EGZ, <coughs>, er juist ook wel even voor dat we starten. Maar uh, uw nieuwe show gaat ook wel meer gaan over vrije keuze. Uh, of de illusie ervan? Eh, wel, de, de show waar ik nu mee bezig ben, uh, aan het, het tryhouden ook, gaat eigenlijk meer over, nog meer over hoe dat mensen kunnen gemanipuleerd worden in een situatie, waardoor dat ze er eigenlijk zelf van overtuigd worden dat ze plots ook paranormaal zijn. Oké. Okay. Dus de bedoeling is dat ik niet de, de, de man ga zijn die heel de revelaties gaat doen, maar dat het publiek mekaars gedachten moet lezen. Hmm. En, ja, er zijn een aantal ideeën dat ik aan het uitwerken ben rond, en die, die ik al getrouwd heb en dat, ja, dat gaat ook weer he, okay. meer en meer die richting uit. Ja. En uh, misschien gewoon om even in te zoomen op uh, vrije keuze, hein, want je deed er juist zo tussen aanhalingstekens. wijs een beetje uw mening erover? Omdat je, ja. ik denk dat je er minder... Uh... Ik ben even vatbaar als iedereen. Om, en met die zogenaamde illusie van vrije keuze. Dus ja. we denken eigenlijk dat we uh, dus de omgeving rond ons opnemen en dat we naar Van reageren, helemaal bewust. Hmm. Dat blijkt dus niet zo te zijn. De visuele systemen die, die scannen de omgeving. Dus we weten zonder dat we nog moet rondkijken, weten hoe dat de ruimte hier eruit ziet, dat je moet opletten daar dat je niet van het trapje valt, ja. et cetera. Dus dat weet allemaal. Maar dat is niks met, met... dat is, is gewoon iets dat iedereen iedereen heeft. Hmm. Um, de reacties ook, dingen, er zijn heel veel voorspelbare reacties op vragen, op bewegingen, uh, dingen dat je suggereert en mensen die, die gaan erin mee. Hmm. Dus, dus um, om het te zijn, we denken soms dat we helemaal vrij zijn in onze keuzes, dat we dat, ons levenspad helemaal zelf bepalen. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar die experimenten die gedaan zijn met, met één eigen tweelingen die mm -hmm. dus ja. identiek zijn, maar die door omstandigheden gescheiden worden van elkaar, elkaar pas 50 jaar later voor de eerste keer terugzien, wat blijkt, in de meeste van die gevallen, hebben die mensen min of meer dezelfde levensloop, dezelfde soort relaties met vrouwen, dezelfde soort job, dezelfde soort hobby's, ondanks het feit dat die twee elkaar nog nooit gezien hebben. Ja. Dus is de vraag, ja, ontstaat dat dan, uh, wordt iemand uh, wielertoerist omdat hij daar eens goesting in heeft, of omdat dat eigenlijk al, genetisch voorgeprogrammeerd zit, ja. van ja, zo, een groep, nurture. ja voilà, ja. Ja, waar, waar ligt de grens, dat is iets heel, heel moeilijk. Ja, ja ik, ik, eh, wel, ik ben eh, denk ik in zekere mate gezond naïef, waarin ik natuurlijk wel denk dat je eh, een soort van soevereiniteit op bepaalde niveaus in je leven hopelijk toch wel hebt, want anders dan... Um ja, dan ben je werkelijk een product van uh, en je geboorte en je omgeving. Uh, maar aan de andere kant, ja, is dat ook wel een beetje waar. Hè? Dus ik vraag me af in hoeverre vind je dat dat waar is op, op alle uh, niveaus. Dus ik zal maar zeggen, inderdaad, tijdens een show, dat is een heel in het nu moment. Dat gaat ook over minder belangrijke keuzes waarschijnlijk. Ja. Ik denk, eh, daar gaan we natuurlijk het meest manipuleerbaar zijn, omdat we daar ook het minst aandachtig zijn, om het zo te ja. zeggen. Hè? Uh, maar je hebt natuurlijk ook zo de meer zwaardere levenskeuzes, om het zo te zeggen. Um, wat vind je daarvan? Is dat dan ook een, een soort van vrije keuze waarin je iemand toch wel zelf dat heeft besloten? Of, of kun je dat ook weer nuanceren en degraderen naar toch wel een soort van een reflexmatig gedrag? Goh, ik denk uh, dat je dat eerder moet vragen aan iemand die academisch geschoold is. Ja, man. Die, die kunnen dat perfect uitleggen. Maar zelf, uh, ja, ik, ik weet er niet genoeg van om daar, om daar uh, bouwde uitspraken over te doen. Um, vooral, in, vooral die. die die illusie, die keuze van vrije, of tenminste die illusie van vrije keuze, maar hier, je hier met woorden aan mij, dan maakt er zelf een zin mee. Uh, daar is het uh, ja, uh, een groot stuk waarheid in. Omdat ik ook merk, er zijn een aantal technieken die ik heb, die ik ook gebruik, waar je eigenlijk puur suggestief bezig bent met iemand, en wat blijkt, die gast ontvangt dat ook dan wel. Ja. Uh, dus in die zin zijn dat voorspelbare reacties op bestaande dingen. Ja. Um, ja, ik, nu ben ik heel abstract bezig. Ja, ik heb ook wel inderdaad vragen, Kun je een voorbeeld geven van een bepaalde techniek of een bepaald moment? Ja, uh, bijvoorbeeld iedereen kent het, kent het, uh, het grapje van: het Denkt is heel rap. Dus hmm. gewoon het eerste wat je gaan denkt, niet veranderen naar iets anders, gewoon om een punt te maken. Huh. Uh, denkt eens aan een kleur, nu, het erin vast. Ja. Ja, denkt eens aan een, een uh, werktuig, het erin vast. Ja. Oké, okay. het overgrote deel van de mensen die denkt nu aan een rode hamer. Wat ik ik... een gele hamer. <laughs> ik zit echt een rode hamer. Ja. 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 Zie, ja. omdat dat zijn keuzes die uh -oh. mensen, ja, dat zijn gewoon mensen maken die keuze. Uh, er bestond zo'n ik... grapje ook uh, dat ik vroeger vrij vaak deed op café. Hij pakt gewoon vier bierkaartjes. Huh? Op het eerste kaartje schrijf je de cijfers 1, 2, 3, 4. Huh? Op het tweede schrijf je. Uh, nee, ik kan gewoon zeggen wat er gebeurt. Dus ja? je toont het kaartje, je zegt 1, 2, 3, 4, kies een getal. Jij kiest 2. We, we doen het volgende plaatje, daar staat dan met juist uitroepteken. Ja? Dus iedereen lacht: hahaha. Ha, ha, ha. Als je dat doet, een getal tussen 1, 2, 3, 4 en je vraagt iemand om een getal te kiezen, 90% kiest 3. Ja? Wat dacht jij? Ik heb niet gekozen. Ik heb niet gekozen. <laughs> ja. Wat zit hier dan ja, je dan te doen? Ja, Maar, drie maar ja, het overgrote deel voel ik voel het is de drie volgens Dus als twee is, dan ja. doe je het bordje weg. Zeg je, toon je juist, dan lacht iedereen oh, 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 ja. en dan stop je. Maar in de meeste gevallen zeggen ze drie en dan kun je het kaartje met juist uitroepteken wegdoen. En dan het volgende kaartje staat er: alle pipo's kiezen, uh, kiezen drie. Ja. En, 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 dat, en, en dat werkt veel. echt veel. Ja, ja. En heb je een idee waarom dat. Uh, Die rood en Hamer, ik vind dat nu wel een vrij simpel voorbeeld, maar ja. zo absurd. Is dat puur omdat in onze cultuur dat, dat zo uh, hetgeen is wat het meeste voorkomt? En rood is een vrij expressieve kleur, dus dat zou dat kunnen zijn. En hamer, ja, ik denk de meeste mensen zitten niet per se in een bouw of zitten constant werktuigen ja. te gebruiken. Dat dus is ja, voor ja, je ja. Is ja. het dan eigenlijk gewoon daaraan te linken? Of uh, waarom dat mensen nu precies zijn. die namen kiezen, is, is mij ook, uh, ja, 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 weet ja. ik ook niet, maar het, het werkt. Ja, ja. ja grappig. Ja. Heb je ja. nog zo van die dingen? Ja, waarschijnlijk Zijn er is. nog, maar ik ga ze niet allemaal beginnen. uitleggen. Nee, 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 ja, maar Daarvoor uh... moet je morgen eens komen kijken, want <laughs> ja, ik leg ja. ze ook uit in de show. Ja. Ja, ja, ja. Uh, manieren om mensen aan bepaalde dingen te laten denken door suggesties te maken met bewegingen, suggesties met woorden, suggesties hm. met je met intonatie. Hm. Uh, ja, kijken naar mensen, een lichaamstaal gebruiken. Ja, dat is een. Inderdaad, die dingen dat ik dan hier niet kan uitleggen. Nee, 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 nee maar ik snap het wel. Zo. Maar ik was over laatst ook, uh, dus niet specifiek uh, bij u, maar aan het kijken naar. Ik weet het niet, het zal zoiets got achtig of zoiets zijn. En heel soms heb je zo van die echt goede illusionist- of mentalist-scenario's, uh, ja, ja. Uh, waarin het er, zo, ja, dat er echt een een opbouw zit. Hè. Niet mm. een, een simpel boordspel of zo, maar echt zo een aantal tak, tak, tak. Dat zal in uw show ook uh, wel hetzelfde zijn. En dan moet ik toch zeggen uh, dat het altijd straf is, inderdaad. Ja. Uh, want soms dan is dat echt een opbouw van 20, 30 minuten. Dus er zijn al een aantal keer dat er een aantal stappen en keuzes zijn ja, gemaakt. En ja, waar ja, ja, ja. is het een keuze? Ja, dat is een goede ja, ja, ja. vraag. En dan denk je, dat kan je toch niet meer. Uh, maar dus dat is echt wel grappig om te zien. Inderdaad. Inderdaad, doordat we allemaal zo, zo vatbaar zijn voor uh, suggesties, zoals je ja. Maar ja, in de wetenschap bestaat dat ook. En ik wil marketing gebruiken we het ook constant. Daar hebben we dan een ander woord voor, dat noemt dat nudging. Ja, ja, hey, maar ja, ja, ja. dat is, uh, zoals jij ook een keertje zei, in de supermarkt, uh, de belangrijkste producten, of degene de, die het meeste ja, ja, ja. moeten gekocht worden, staan op ooghoogte. Mm -hmm. En allemaal zo van die basisdingen, dat is eigenlijk niet echt... Iets misbruiken of zo, maar zo zie je maar hoe, hoe verder ja, we zijn, Ja, is heel zwaar bestudeerd. De, de hoogte waarop dat product geclasseerd ook als je binnenkomt mm. in veel supermarkten. Welke, eerste... klok, te, tegen klok in, omdat je dan eigenlijk natuurlijk gaat met de klok mee. Ja. Als je tegen de klok ingaat, mm. dan pakt de meer hun tijd, want dat is niet in de natuur. Ze dus blijven eigenlijk langer. Ze Zij zijn er meer aan het zoeken. De ja, en ja. een ander argument dat ze ook doen, is mm. zorgen dat fruit en groenten. De eerste rayons die je tegenkomt als je binnenkomt. Ja. Het eerste met andere woorden dat je doet, is fruit en groente kopen. Je denkt van jezelf, wauw, ik ben gezond bezig, ik ben ja. goed bezig. Je zit in een positieve moed en je koopt meer. Ja, ja zo. Ja, zo zit het echt vol, ja, hè. Reclames. Met, hey, er zat in in de CTRL zat er dat verhaaltje van bij de beenhouwer. Je zit thuis ja. met vier mensen. Hmm. Uh, je gaat naar de beenhouwer om worsten en je komt thuis met acht worsten zei, maar ik moest er toch maar vier hebben? maar ja, als je er vijf kocht, dan was er een worst gratis. Maar dan had ik maar zes worsten, dan had ik nog twee moeten kopen. Dus met andere woorden, wie heeft beslist dat jij met acht worsten naar huis ging? Geen of die een benauwer? Nee, 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 maar dat is zo. Daar voel je echt hard dat iedereen daar vetbaar voor is. En ik zelf soms ook, ook al heb ik daar zo... price en zo. Met de Zolden ook. Winkels worden soms van beschuldigd dat ze de maand ervoor gewoon de prijzen opslaan. Om dan tegen dat solden is weer... Maar ah, niet ja, te veel ja. onder, onder de prijs ja, te zitten. Ja. En als dat gebeurt zonder dat mensen dat doorhebben, dan is dat ook geen probleem. Mm -hmm. Ze we hebben dat getest met een fles wijn uit Naldi. Mm -hmm. hey, een fles wijn die wat is het, 5 euro kost. En die gaan te koop aanbieden op straat aan mensen. Ja. En um, als ze zeggen, van, kijk, dat is een fles van Naldi, dat kost 4 euro. Hoeveel zou je ervoor geven? Dan gaan die mensen er een ja, euro, een half euro, 2 euro voor. Maar als ze met diezelfde fles zijn van, kijk, dat is hier een fles van 1,22 euro. Hoeveel zou je geven? Dan gaan die mensen bodem met gemak 15 euro. Ja. Dus, ja. Ja, ja maar dat is zo'n zo typisch ja. argument ook echt waar dat, je, waar dat je een bepaald product plaatst of hoe je uh, hoe, hoe dat aankleeft aankleedt zoals dus ja? die, die small medium large zo, de small is dan diep prijs de medium ja. is uh, veel duurder dan de small maar de large is dan ineens eigenlijk in verhouding veel uh, goedkoper dan ja. gaan ze automatisch ja. die large kopen je verstelt ook zo'n voorbeeld met abonnementen hè abonnementen nou uh... lief <laughs> doe, doe maar ik vind dat het een voorbeeld om een voorbeeld te geven Um, wat als ze ook een, een formule aanbieden. De krant op papier. Of het, het blad, het was een, een weekblad, denk ik. Een weekblad op papier is zoveel. Een weekblad plus de digitale versie was zoveel. En uh, nee, per, voor het weekend erbij hmm. digitaal was zoveel en dan uh, volledig op papier en digitaal was het nog iets meer. Yeah. Wat bleek: de meeste mensen kozen de duurste formule. Ja, maar dat is zo. Je begint bij een papier ja. en dan denkt je: oh ja, voor maar 5 euro extra en relatief is dan weinig. Ja, oh, en dan nog maar eens. Dus ja. je, je bouwt ze constant die anchors ja, ja, ja. op. Dat principe zult je waarschijnlijk ook wel constant gebruiken. Het principe van anchoring en er is gezegd iets en mm. op basis daarvan palen mensen dan een okay, keer. Dit is nu de norm. Um, ja. En dan gaat je daar ook zo ja. mee spelen. Het highlight het kaderken van de meeste gebruikt, uh, de meest gekozen keuze in een parlement ofzo. Ja, of maar zo, zelf, zelfs gewoon met spreken met de doden, er bestaan statistieken mm. van uh, de meest voorkomende voornamen, ja. dus als ja. je die statistiek pakt, op het jaar 1950... Mm. Je hebt iemand van 70 jaar of, of, of heb je één der wie voor je. En je zegt: ja, Ik zie iemand iets oud, een, een oude persoon, een dame. Um, moet eens meedenken. He, want misschien ja. kennen jullie ze wel. Uh, uh, haar naam uh, klinkt is, is vrij kort. Anne Anna Anneke Anne Annemie. Annemarie. Marie, Marie uh. zegt u dat iets? Ken, ken je zo iemand? Ja, ja, ja. Waarschijn. Tuurlijk ken je zo iemand. Uh. Iedereen kent zo iemand. En afhankelijk van de snelheid waarmee jij dan antwoordt… Yeah, ja, dat is constant… Als, je, als ik die vraag stel, van die, die Anne-Marie, Anne, Anne, Anne zegt u dat iets, als jij even zit na te denken en dan zegt van, ah ja, ja, ik weet iemand, ja, dan kan ik, ik onmiddellijk zeggen, oké, okay, het is heel duidelijk, het is echt iemand die ik kent, hmm. maar niet zo vaak terugziet. Uh. Maar als je elkaar ziet, is er direct een klik, bla bla bla, en je bent dat is inderdaad wel, ook terug naar het paranormale, maar ook wat jij doet, je moet echt denk ik heel goed altijd letten op zo de body language en de onverbaal. Op language op alles, van de persoon, ja, omdat ja. inderdaad, de snelheid, als je dan zegt A, ah, en je ziet zo iemand al wat naar voren komen van het bijna te willen zeggen, dan weet je, oké, ik, ik mm -hmm. zit in de juiste ja, richting, ja. maar als hij dan zo wat en dan weet je van, oké, ik, ik ga een ander pad moeten bewandelen. Ja, hoe geleerd dat, ja. Ik ben ook heel de, heel de show bezig uh, aan het kijken in het publiek hoe dat mensen reageren, om dan wie dat gaat pikken of pakken voor de volgende nee. ja, 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 inderdaad. En dan moet toch super scherp staan, elke keer. Ja, dat, is, dat is inderdaad, ja, anderhalf moe, uur, twee uur. Ja, het... uh, nee, nee, nee. Ook ja. nee. zo'n glaasje whisky voor de show, nee, eh, niet. Aan ja, de nee. De... Nee, <laughs> nee, nee. <ja. laughs> ik ja, ja. Ja. Ja, ik dat kan ja. ik me dat best dat wel inbeelden. Ja. En, uh, en is er zelf zo nog iets waar dat je um, zo in wilt, moet ik het zeggen? Je hebt nu waarschijnlijk al een, een heleboel skills hein, in je palmares, om het zo te zeggen, waarmee dat je zomaar uit de drukke kunt halen en eigenlijk mee kunt spelen. Maar zijn er ook zo nog een aantal ja je zoekt altijd een beetje uitdaging voor jezelf hè, dat doe iedereen ja. zo een, een nieuw ding dat je zegt van ah, ik wil ook zo'n soort effect creëren en vandaag ben ik daar nog niet zo goed in of, of wil ik er ja, wel ja? Ik, ik vertelde het net van die, um, die, die omkering van de situatie waarbij de, dat ik de mensen niet meer lees maar mensen mij lezen en elkaar ja. lezen ja. 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 en dat is zo echt weer iets wat vrij uitdagend is om mee te beginnen experimenteren. Ja. Uh, Omdat je niet echt weet hoe dan mensen dan reageren en zo. Dus je moet echt eh, ja, daar Dat kunnen we oefenen met publiek ook. Hé. Ja. Ja. En dan een ander deel is ook van de feilbaarheid van ons geheugen. Ja. Ondertussen ook genoeg bewezen dat dat echt op niks trekt. Geen ja. dat we menen met alle zekerheid. En ik vergeet nooit iets. Nee, vergeet het. Ja. Je vergeet wel iets. Dus uh, dat erbij, ja. Um. Ja ja ik denk uh, ja het viel bij het van je doe mij altijd denken zo aan Daniel Kahneman maar uh, die heeft ook zo heel veel biases omschreven, waaronder anchoring en al dat soort zaken maar veel meer vanuit een economisch perspectief dus andere een nou, LP dan meer of uh, nee 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 dat gaat veel meer over hoe dat wij uh, statistiek et cetera, eigenlijk allemaal niet snappen dat we allemaal niet kunnen vatten en ook bijvoorbeeld zoiets uh, ik kan het niet perfect zeggen maar je hebt zo uh, er werkt Iemand, of iemand is heel goed met cijfers um, en is regelmatig, uh, zet zich regelmatig in voor het milieu. Wat is, wat is de, de, het beroep van de persoon? Um, ze geeft wiskundeles, um, ze is uh, 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 jo, moet dat zeggen, econoom of ze is econoom in ag, uh, activistische achtergrond. Hè, wat is ze? En de meeste mensen gaan zeggen van. Ah ja, het is een economische en activistische achtergrond. Maar eigenlijk is dat 100% nooit waar, want de kans is altijd groter dat een economie, uh, in economisch Los van die extra toegevoegde waarde. Maar toch kiezen de meeste mensen dat. Terwijl dat statistisch eigenlijk niet klopt. Want ja. als je het juiste antwoord wilt hebben, moet je natuurlijk zo min mogelijk parameters eraan toelaten. Ja. En dat zijn allemaal zo van die kleine dingen. Dat klinkt nu heel abstract, maar uh, waar je dan zo ziet van dat je constant de foute reflex maakt van denken. Want als je iets een klein beetje doordenkt, dan beseft dat dat ah ja, makes sense uh, ja, maar ja, maar statistiek is, is niet, niet poepsimpel eigenlijk. Je moet er uh, iets van kennen. Maar als je ziet met hoeveel gemak dat er dat grafieken en, en diagrammen op het internet okay. gezwierd worden. Mm. En als je dan eens goed bekijkt dat je er ook weer fouten uit haalt. Onlangs zag, zag ik ook een filmpje van sinds de verstrenging van de wapenwetloop. Yeah. Uh, van de wapen, wapenbezit in Amerika. Yeah. Dus op bepaalde plaatsen, zagen ze. Zie je dus ook, gewoon op de, op de grafiek dat vanaf dan dat er een stijgende lijn is. Van, Van ge gewelddelicten. Huh? Uh, Oké. Okay. Ja, dus sinds, maar als je dan goed kijkt, dan zie je dat die people's gewoon de indexen omgedraaid hebben. Dus de positieve index zit onder de nul-as en de, de negatieve zit erboven. boven. Ja, dus eigenlijk ja, ja. moet je gewoon heel die grafiek omkeeren en dan zie je dat dat in, in vrije val gaat. Ja. Terwijl dat die gasten van de, de, de wapenlobby gewoon, ja. boel, gewoon het spel omgedraaid hebben, kijk. kijk nu. Ja, maar dat, dat gebeurt. Ja. Uh... Manipuleren van cijfers gebeurt vandaag en dag echt. Niet. Maar ja, maar het ooit, he? het manipuleren en verzinnen, ja, nee, ja. gewoon pure verzinselen. Ja, elke stelling die ik nu breng, kan ik staven met een grafiek en cijfers en studies, online, voor ja. 100%. En laat en dat, dat is nu het probleem zijn ja. waar we nu mee zitten, dat, dat iedereen, um, al dat niet gehinderd door enige kennis ter zake, ja. iedereen kan nu zijn mening spuien en, en, er, en, en dan zie je daar... En vooral dan, bij die conspiracy- en anti toestanden mm -hmm. zie je daar echt artikels verschijnen die, die gemaakt zijn door mensen die er zelf, geen, welle, die er zelf in hetzelfde kamp zitten. Dus, en als je dan één keer begint te klikken, dan krijg je altijd maar door die algoritmes, krijg je altijd maar verder dezelfde nee, bullshit. Ja, maar dan zijn ze... Ja, maar ik, heb me, ik heb me bijgestudeerd. Gelezen? Ja, maar ik heb me zes maanden bijgeschoold uh, tot uh, viroloog. Mm -hmm. Ah ja. Zes maanden. En waar? Op internet. Zes... Ah, op het internet. Ja, ja. ja. Ik weet, ja. ik weet genoeg. Ja. Dus er zijn veel mensen die nu heel veel dingen heel zeker weten, en die haak staan tegen een hele groep andere mensen. Ja. Dat is uh, ook ja. zo'n principe dat Daniel Kahneman nu had uh, onderzocht om heel specifiek te zijn. Dat is zo'n Dunning-Kruger-principe. Uh, en, uh, kunnen we je dat, je dat kind? Ja, vertel. Um, dus dat is een goede naam. Nee, dat nee, is niks. <laughs> um, dat wil eigenlijk zeggen dat hoe minder dat je van iets af weet, hoe, meer dat je, of hoe hoger je zelfvertrouwen, dat je daar eigenlijk veel van weet. En hoe harder dat je dan verdiept, hoe lager je zelfvertrouwen gaat zijn over het onderwerp, ondanks dat je kennis en dus ja, je soort conclusies alleszins al veel meer onderbouwd zijn. En eigenlijk de meest slimme, slimme mens binnen een onderwerp gaat eigenlijk als die dat helemaal heeft door grond, wat ik nooit kan, maar ik denk dat het wel duidelijk is wat ik bedoel, dan, dan gaat ongeveer dat zelfvertrouwen net terug gelijk staan dat je ja, er ja, ja, je niks ja. van wist. En dat is eigenlijk wel een soort principe. Ja? Um, ja. Maar wel zo, zo zijn er zoveel denkfouten dat we allemaal hebben, en ook een beetje hè, waar je dan ook zo op duwt, van, van dat soort principes. Um, Was dat Kruger-Dunninger effect dat ik bedoelde? Ja, wat zei ik? Dunning kruger, kruger. Donne uh, 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 dunne uh, uh, Ja, ik heb het Maar, ja, maar, ja. maar ja, inderdaad. inderdaad dat ja. de, in tijd toegaan had daar een, een uh, campagne ook mee op hun bierkaartjes van slimmer... Wacht even. twijfelen over alles, dommeriken zijn alles zeker. Hmm. Zoiets. Hmm. Van hoe minder dat je weet, hoe rapper dat je conclusies trekt. Ja. En dan ja, zit je heel snel in die fuik of in de, de, de fabeltjesfuik. Of in de, de, de konijnenpijps, zoals ze zeggen. Nee. En vanaf dan ja, word je constant bestookt met berichten. En word je alleen maar met de confirmation bias. Dus zoek je nee. alle dingen die passen in je kader. Uh, Cherrypicking noemen ze dat dan ook. Uh, de de kersen plukken. Hetgeen dat je nodig hebt, verhaal uh, je eruit en de rest laat je zitten. Dus ook een vorm van framing. Mm -hmm. En nu zit me mij heel die shit op. Eigenlijk op zou het algoritme hebben, is gewoon. Tegenstellend moeten geven. Als je een artikel leest, zijn eigenlijk volledig andere revisies Een ja. keer pushen om dan terug constant te komen. Die gast moet daar geld aan verdienen. Hè. Dat ja, werkt niet. Nou, nee. Dat, dat werkt op, niet. Spijtig niet. Nee. Ja, maar dat is, ook, dat is ook weer zoiets. Hè, met de, om dan terug te komen hè, tot uh, misschien een beetje. een uh, begin ook al. Maar um, is zo vrije keuze. En zo'n ja. zin van: ja, kijk, ons onderbewustzijn leeft ons toch iets meer dan denk ik uh, waar we onszelf bewust van zijn. Um, daar zit ook, zit ook wel een bepaald gevaar in. Ja. Um, no, no. hm. En heb je zo ja, veel psychologie en zo ook dan gelezen en bestudeerd? Want ik denk dat dat ook wel een groot uh, aspect is. Hè, ja, uh, de... maar dat is wel echt vakliteratuur richting hmm. de routine, zij wil brengen. En, dus het is niet dat, dat, ja. ik een, dat ik academisch gevormd ben als uh, psycholoog, nee. maar wel me vrij goed ingelezen over de, de praktische toepassingen ervan. Ja. Dus zeg het, de uitleg. Daarom vind ik, ook, vind ik het heel leuk om nu en dan eens in, in, uh, tussen professoren te zitten die ermee bezig zijn. Mm -hmm. Die mannen leggen uit waarom dan mijn dingen werken. Ja, ja, ja. Uh, en dat vind ik de max om dat te luisteren. Ja, 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 ja. dat snap ik. Ja, dat is echt u in de lessen als voorbeeld gebruiken. Ja ja ja, 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 ja. We hebben zo ook een, een experiment gedaan ook, na, naar ook weer de on, onredelijkheid bijvoorbeeld. Uh, ik okay. stond daar hier in Gent aan, Tuivelsteen. Uh, en ik was helemaal geschminkt als de duivel. En gekleed mm. ook als de duivel. Ja? Er stond nog aan een tafeltje met mijn bord erbij. Verkoop hier uw ziel aan de duivel. Uh -huh. Dus ja, mensen passeren, dan beginnen te lachen. Alles werd opgenomen, met, met, omdat hij dat gebruikt in zijn lessen. Dus mensen passeren, zien dat, beginnen te lachen, beginnen te babbelen. Van uh, ja, ik ben de duivel. Uh, geloof je dat ik echt ben? Wel, nu nee, natuurlijk. Ja, nee. Uh, nee, een duivel bestaat niet? Nee. Dus zou je het dan erg vinden om je ziel ja, aan de duivel ja, ja, ja. te verkopen? Uh, hoe bedoel je? Wat, kijk, ik heb hier een papier. Als je dat tekent, en daar stond letterlijk op: Ik ondergetekende verkoop hierbij voor altijd mijn ziel aan de duivel. Dan krijgen ze 20 euro. Wat bleek van die eerste gast die daar zo wat lacherig over reageren, waren er uiteindelijk maar twee die getekend hebben. Die zijn, ja. Maar de rest, Gaan oh nee, dat gaan we niet doen. Ja, ja. daar was dan een koppel met een kindje mee en een een peuter dat op zijn schoot maar ik zei het een kindje ook ik zei een kind is 25 euro <laughs> ja maar dat kan niet tekenen nee, maar, maar jij mocht tekenen nou, we gaan dat kind dat toch niet aan doen dus dat om wat te zeggen ja. dus mensen weten wel ergens van ja, maar mm. maar voor het zekerste nee we gaan toch ik het niet doen, dus. Ja, ja, ik zou het ook niet... En als het ik dit zou complete... doen, dan zou het zo nog bewijsdrang zijn. Zo ja. Nou, wel, maar ik zou het toch mezelf echt moeten pushen. Ja. Het is ook compleet, compleet uh. van de pot gerukt. Uh. Allee, allee, als je niet in de, de duivel gelooft, of niet in de hemel, dus ook niet in de duivel... Mm -hmm. Waarom zou je dan schrik hebben? Ja, hm. Stel dat. Hè? Voilà, stel dat. Maar dat was het. Hm. Ook met dat kind toch? Zeg maar, dat is wel 25. Ja, <laughs> nee, 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 we kunnen dat kind er toch niet <laughs> mee bezwaren voor de rest van zijn leven nu <laughs> al. Zeg dus, wat? Met wat? <laughs> met niets. En <laughs> zat daar dan een specifieke uitleg achter? Of ja, of gebeurt het nu misschien niet. Ja, wel de, de uitleg gaat over het feit dat men het, het in onder, onrealistische dingen toch erin uh, moet Ja. Gaan. ja. Hm. Ondanks het feit dat, dat ieder normaal nuchter denkende mens zou zeggen: Pfff, komaan. Eigenlijk de kracht van het bijgeloof toch niet onderschatten of zoiets? Niet onderschatten, nee, nee, hmm. nee. Eigenlijk zot, hè. Ja. Geloof en bijgeloof. Hè? Doe geen paraplu open binnen. Zeven jaar ongeluk. Nee, <laughs> ja, ja, spiegels ja. breken. breken Zoutmorsten. Onder een ladder lopen. Ook. Als is op... Op straat ja. probeer ze te mij. Dus als ik niet anders kan dan. Ik kijk dan, staat er iemand op? Ja. Nee, dan ga ik eronder door. Als er iemand op staat, niet. Ja. En dat is daaruit dat dat gekomen is. Als je niet onder een ladder loopt, loop je niet de kans dat je iets op, dat je, iets op je kop ja, krijgt ja, ja, van die ladder. Ja, het heeft allemaal waarschijnlijk wel zijn oorsprong. Hè, maar ja. Ja, maar, maar dat, dat is het probleem: die dingen slaan, komen binnen, zitten er zo diep gebakken in ja. dat je eigenlijk niet anders kunt. En maar dat geldt dan ook weer voor, voor al die onwaarheden die verkocht worden. Uh, om, allee, om even terug te komen op die, die vaccinatie-dingen mm. bijvoorbeeld ook. Mm. Um, daar was een, een heel deel van de beweging, is er tegen, omdat het vaccin, het vaccin autisme veroorzaakt. Dat is dus een kwakkel uit de jaren 80, die al um, tegen, van dan al circuleerde, dat vaccineren autisme tot gevolg had. Mm. Nu, Dat is verwarren van uh, oorzakelijk verband en. en, en ja, causaliteit en correlatie. Voilà. Mm. Dat is, dat is een groot verschil ja. um, en er zijn nu nog altijd mensen die zich niet laten vaccineren omdat ze schrik hebben dat hun kind autisme gaat, zijn, gaat krijgen terwijl dat, dat er niks mee te maken heeft. Ja, ja, ja. Net hetzelfde als jonge vrouwen die zich niet laten vaccineren omdat ze gehoord hebben dat ze daar onvruchtbaar kunnen van worden. Ja. Blijkt ook wetenschappelijk zelfs onmogelijk te zijn om iemand onvruchtbaar te maken met een vaccin. Ja. Uh, maar dat blijft hangen bij mensen en ook en mijn vrienden kregen ook heel daar ook wel. Ja, dat is opnieuw die stel dat, hè? Blijf? Dat is opnieuw die stel dat, hè, van ja, de ja, 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 ja. Het heel, de, heel het gedoe nu met de, de hoogspanningslijn die boven ja. West-Vlaanderen boven grond zou gaan, ja. daar is ook de anti uh, zegt ja, maar er zijn allemaal magnetische velden aan de gang en er is effectief een kleine stijging in het aantal leukemiegevallen. Onder ja, op 100 meter of zoiets. Ja. ja. Maar er is geen oorzakelijk verband gevonden tot nu toe. Ze weten nog niet waarom dat is. Ze eens... weten niet hoe dat, dat nee. komt. Maar, dat is al het hoofdargument. van Nee, we gaan dat niet doen, terwijl ja, voor hetzelfde geld is dat op die locatie waar dat wel is. Door een andere reden, maar dat weten we dus niet. Ja, voilà, maar ik denk natuurlijk, het is allemaal een beetje risicoanalyse en dat is altijd ook het moeilijke natuurlijk. Het is, het is zelden 0% of 100% waar, maar er moet inderdaad wel een soort van gezonde. Ja, ik moet consensus dat tegenspreken, er zijn wel dingen ja? die 100% waar of 100% niet waar zijn. Als je zegt in homeopathie bijvoorbeeld, homeopathische middelen, daar zit niks meer in. Dat is een feit. Dat is gewoon water en suiker. Dus dat, is, dat kun je niet van zeggen. Ja, maar, ja. Ja, maar dat heeft geen gevolg. Hè. Ik, spreek, ik denk als we ons uitspreken altijd over gevolgen van iets en consequenties, dan zit je altijd met die causaliteit-correlatie. En dat is altijd, denk ik, uh, ja, moeilijk om 100% zaken te doen met mm -hmm. iets wat we zelf ook nog niet volledig snappen. Erg op, bijvoorbeeld menselijk lichaam snappen we, denk ik, heel veel, maar nog niet alles. Nou nee, ja, veel, uh, veel, veel niet. Hè, ja. En ik uh, denk dat er daarom altijd zo'n zo lichtgrijze zone is. Maar ik volg wel met wat je zegt. Het moet altijd wel binnen een bepaalde redelijkheid blijven, in ja. twijfel. En ik ja. denk dat dat de essentie uh, altijd is. Uh, klopt. Zoals dat je niet kunt zeggen van, het spreken met doden is onmogelijk. Zolang dat ik niet met iedereen op heel de wereld gesproken heb, en dat geprobeerd heb, kan ik dat niet zeggen. Uh -huh. Het enige dat we wel kunnen zeggen is, ja, al wie zegt met de doden te spreken, die kan dat niet echt, want als getest wordt, dan werkt het niet. Uh -huh. Ja, ja, sowieso. Of je kunt ook gewoon zeggen, taal is keihard gelinkt aan het menselijk brein, dus ja. zelfs als er, zou er leven na dood zijn, gaan die waarschijnlijk niet communiceren in taal. Dat kun je kunt ook okay. al stellen. Dus, uh, ja, ja, ja. Ja, dat is een, ja, dat is een, een soort energie... Dat mensen voelen, dat is dan de zesde zin, je echt een energie kunt vertalen in de taal van vandaag. Ja, zo. Dat is al straf. Of maar zo, of ja, zo uh, weens, so far uh. de bevindingen <laughs> zeggen nee ook. Ja. 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 <laughs> dus, nee. Uh, sorry. Je zei in het begin zoiets van, uh, van SCAP. ik weet niet of je daarbij uh, betrokken bent ofzo? Of? Ja, wel, uh, ik ben daar um, door maar, Patrick De Witte. Maar ik denk niet dat iedereen weet wat dat is. Ja, uh, SCAP uh, SCAP is de, de studiekring voor studie- en evaluatiekring. Voor paranormale fenomenen of zoiets. Hm. Um, en in de tijd ben ik daarmee gesleurd door Patrick de Witte, PDW. Wie het is trouwens zijn verjaardag vandaag. Vier uh, verjaardag, Patrick. Ja, <lacht> <lacht> we hebben al veel gemist, juist. Die, die, die moest hier gezeten hebben om een keer te, de boel te fileren. Ah. Okay, uh, want die, okay. Maar ja, dat gaat dus niet. Zwaad. Uh, Patrick heeft me meegenomen de eerste keer naar nou, de uitrekking van de Zesde Vijs. Dat is een prijs die uitgereikt wordt elk jaar aan een wetenschapper of persoon die zich uh, heeft laten uit, uh, opmerken door de grootste kwak mogelijk te vertellen. Mm -hmm. Zoals, uh, in de eerste keer bij mij was dat met Dingen. Um, de, de rijke shampooverkoper, van eigenaar van. van Markoeken. Ma ja, Markoeken. <laughs> rijke shampooverkoper. <laughs> <hijf> ja, ja, ja. ja. Dus dat is, <hijf> is begonnen met zijn shampoos. Ja, dat ja. klopt. Um, uh. En... Uh, ah, Godverdomme, dat weer met een uh, Nee, dus een skip. De zesde Ja, voilà. Dus ik breng me mee naar die, naar die zesde vijf. Ik doe dan een korte act. Ik denk, verdomme, dat is hier wel... Interessant volk om uiteindelijk te babbelen. Met de rot geamuseerd, uiteindelijk lid geworden van SCEP. Mm. En een jaar of vier, vijf geleden hebben ze mij erelid gemaakt. Mm. Omdat ik de brug sla tussen de academische wereld en het volk. Ah ja, zo. Mm. Ja, ik, je... kan, ik kan dat daar wel in vinden omdat ik het ook aangenomen heb. Maar ook ja. de reden was: die lijst van ere ereleden, dat zijn allemaal professoren en hoog intellectuelen, ja. en dan is er Armand Pien en ik. Ja. <laughs> dus om daartussen te staan, ik vond dat wel tof, ja. ja absoluut, maar ja. ze zijn, uh, SCEP is, is keihard eigenlijk in die, in die uh, uitspraken en test, die gaan er echt lijnrecht tegenin. Naar nou, mijn gevoel mag er soms enige nuance bij. Um, maar ja, ik, ik kan het wel... Uh, die zijn op zoek naar de, de waarheid en niets naar de waarheid. En zoals dat gezegd, die waarheid is soms moeilijk ja, ja. voor de volgende procent te vinden. Ja, ja nee, nee, sowieso, maar je kunt wel zeker uh, via negatieve een aantal dingen uitsluiten, natuurlijk. Ja, dus dat is wel uh, zo'n waarheid. Ja, nee, maar ik, ik, uh, ik, ik was daarover laatst per ongeluk niet meer uh, door wat. Uh, maar ook opgebotst op, uh, op Skip. En ik dacht, ah ja, dat is echt wel een hele harde niche. Um, maar, uh, maar ik denk wel dat dat relevant kan zijn, omdat dat, uh, het moeilijke natuurlijk, met al die meer paranormale en metafysischere zaken, die zijn moeilijk te bewijzen, maar daardoor ook te ontkrachten. En dat, dat je, zet je automatisch vaker in zo'n... Um, hoe moet ik het zeggen? Uh, in een grijze zone dan, die misbruikt dan kan worden door mensen die dan opeisen van, ah ja, zie, het tegendeel kan niet 100% bewezen worden door factor ja, ja. X, Y of Z. En daardoor... Ken ik, ken ik het dus. Dus ik wil dat daar een leuk tegengewicht kan zijn daarop. Um, oh, okay. Ja, maar dat is ook een, een, een denkfout, weer. Hé? Van, hoe kun je een negatief ontkennen? Mm -hmm. Hoe kun je bewijzen dat het manneke van de man niet bestaat? Dat kun je niet. Mm -hmm. En dat is ook mijn job niet. Als er iemand zegt tegen mij dat het manneke van de man bestaat, eh wel, bewijs het mij. Mm -hmm. Dan moet hij dat bewijzen. Mm -hmm. Maar in die paranormale kring is dat niet nodig. Voila, ik denk. Uh... Ja. Nee, 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 sowieso. Ik um, ben even nog aan het denken. Hè. Uh, pa, 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 pam. Zijn er zelfs zo nog zaken die. Uh... Ja, hoe moet ik het zeggen? Waarvan je toch altijd verbaasd bent dat je er zelf intrapt. Ondanks dat je er zo ja, ah, ja. hard mee bezig bent. Want je kunt dat natuurlijk nooit overstijgen, want dat is het heel punt dat je ook wilt maken. Het is, het is eigen aan de mens. Maar toch, dan moet het zo'n beetje lachen met jezelf, denk ik. Er uh, was een verhaal dat ik ook in, in Charlatan vertelde. We ja. waren in Parijs aan, aan het rondlopen. En plots zie ik daar zo'n gast op straat staan met een kartonnen doos en drie kaarten. Ja. Nee, drie kaarten gooien. Die in Act zat toen in de show. Ja. Dus ik kan dat zelf. Ja. Dus we stonden er zo op een afstand te kijken, zo met een heel het gekend systeem: van de gast die aan het spelen is, twee mensen ervoor die hij zelf mee heeft. Dat zijn ook de enigen die winnen. Ja. Uh, en dan langs twee kanten de gast die op een uitkijk staat, vooral als hmm. de politie er is. Dus ik stond er zo op een afstand wat te kijken en ik kon hem gewoon de hele tijd volgen wat er toen was. Hmm. En plots hij kijkt hij me aan en zegt: wel, uh, Ga je verder kijken of ga ik eens spelen? <laughs> ik ga spelen dan kan je door. En, <laughs> ja, vergeet het, hè, Matt? Uh. Dus de, die, die, uh, die, uh, dat spelletje is gebaseerd op het feit dat het oog langzamer is dan de handen, dan de beweging. Ja, ja. En je smijt, je hebt twee kaarten in één hand, je gooit de bovenste op tafel, maar in feite gooi je de onderste. Mensen denken dat de bovenste is, en vandaar is het allemaal ja. Ja, misleiding van in het begin. Maar als je dat doet of niet doet, kun je dat verschil niet zien, omdat dat te snel gaat. Ja, en die naap had he. mij dus ook wel door. Nee. Ja. En dat was een lesje in nederigheid, echt, mijn vrouw die lag te krullen over de grond van het lachen. Je mag ik kalf, gezegd tegen iedereen Doe dat niet echt doe doet nu wat, verdomme zelf ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Dus ja, ja. Iedereen ja, is er vatbaar voor ja, dat is wel lachen Ik denk... Uh ja, ik, ik, heb, ik heb zelf ook zo'n aantal meningen over iets. ik kan nu op specifiek overkomen, maar dat je zo denkt: van, aha, ik zou mijn menselijke natuur wel kunnen overstijgen. en Dat is een beetje de essentie. Maar het feit dat je dat dan al denkt aan zich, is eigenlijk toch een vorm van ludieke arrogantie. Ja, en dan ga je lekker met je ogen En direct gewoon. met je, je gezicht tegen het, ja. de grond. Ja, ja, ja. Ik... Maar soms uh, is dat nodig, sommige mensen. Ja. Dan uh, worden we weer zelf op je plaats gezet. Hè? Ja. Ja, dat is wel zo. Want anders worden we ook een beetje te kokkie misschien. Hè? Dat kan ook. Hè? Als je zegt van. Uh... Ik, ik heb het door ik weet het ja want ik, heb, ik doe het zelf maar dan toch ja ja, ja nee, nee ik had ja. dat niet gezegd dat ik dat zelf ook deed zo dat, ah, nee nee dat, je had je dat dan niet op weer niet gezet, nee nee dat niet nee, 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 okay. maar het is allemaal een beetje kunnen maar het feit dat je het ja, kunt ja. volgen allez, als er iemand bij mij als jij ja. zou weten dat ik het doe ja. en je kunt volgen dan weet ik ook van Jan die, die weet dat ja. het marcheert ja. ga eens spelen en dan doe je het niet aan patat dan doen we het ah, je het eraan, Ja, het er ja, ja. dat is wel grappig misschien even een klein beetje over een andere boek gooien maar nog steeds binnen hetzelfde thema Twee dingen die nu ineens top of mind liggen, dat is één, je hebt de, de serie The Mentalist, uh, mm -hmm. U misschien wel gekend, misschien ook gezien, uh, een stukje. En dan het je langs de andere kant Sherlock Holmes. Hè. Dat, ja. dat ze proberen eigenlijk ja. wat, hetzelfde... Deduction, dat... dear Watson, deduction. V uh, voilà, ik, ik heb het zelf al een dat beetje je. gezegd. <laughs> um, Inderdaad, hè, dus het ja, uh, deduceren van gewoon informatie uit, hè, denk ik, allemaal subtiele verschillen die er zijn, maar waar je dan probeert uh, interessante causaliteit aan te, te linken. Uh, heb je daar zelf uh, een, uh, moet ik het zeggen? een soort van mening over, in hoeverre dat zo'n dingen waar kunnen zijn uh, misschien om het concreet te maken, ik denk dat, dat de, het, het, het leuke aan zo'n situatie dat is, dat het precies lijkt van. Amai, die mensen hebben echt alles gezien. En je kunt echt uit heel banale situaties eigenlijk superveel afleiden. Natuurlijk, die twee uh, zaken die ik hier nu heb aangehaald, die zijn nogal heel um, entertainment focus. Ze en, zijn ook fictie, niet te vergeten. Uh, uh, voilà. <laughs> uh, dus die hebben nogal een, een stevige, hoe moet ik het zeggen. Uh, dramatisering van de realiteit. Maar er is natuurlijk ook altijd wel een kennen van waarheid waarin je inderdaad heel hard met ja, dingen kunt afleiden met mensen. En dat was eigenlijk inderdaad een beetje de vraag van. Als je dan zo zelf naar zo'n verhaal kijkt of zo, dat is, dat is niet paranormaal. Maar uh, zekere uh, Link zit er wel. Uh, zeg je dan van oké, okay, ja, nee, dat is echt los overdreven? Ik bedoel, er is echt 99,9% is zeven. Of zeg je van oké, okay, er zit ook wel een. Uh, een vorm van waarheid in, eigenlijk een beetje gelijk met die. Ja, Laten we zeggen, in, in het geval van de mentalist, dat er inderdaad wel dingen tussen zitten die zouden kunnen kloppen. Hmm. En in het geval van Sherlock Holmes is dat, ja, ik weet niet. Iemand die hier binnenkomt en je kunt recht zeggen wat dat ze morgen gegeten hebben, omdat er nog een kruimeltje op de linker. Al ja. Het is fictie, nee, het is allemaal niet echt. He. Nee, nee, nee. Het zijn allemaal verzonnen dingen, dus ja. En dat is ook het feit nu met mij, ook weer om terug te keren op die complottheorieën, op die mm. anti Mensen zien heel veel fictie, zien films en beginnen dan op een duur te denken: van dat er misschien toch wel dingen echt uh, nee. tussen zitten. En uh, contact met, met buitenaardse wezens en toestanden, dat er dan toch wel dingen echt zijn. En fantasie slaat op hol, he. Maar, ik mm. kan niet, nee. Echt, echtheid. Zelfs bij mij is het niet echt bij mij, is het ook een illusie. Mm, mm. Uh, ja, ja, zeker. Dus ik ben... Je uh, uh, kunt zonder dat er een zesde zin toch is, want dat bestaat waarschijnlijk niet, kun je doen alsof je gedacht leest, of dat je kunt voorspellen, dat je mensen kunt controleren, beïnvloeden, et cetera. Dat zijn allemaal dingen die je kunt doen. Doen alsof. Mm. Maar als er echt op pan komt, als ik mijn sleutels weer eens kwijt ben voordat ik moet vertrekken, nou, mijn gave, dat werkt die plots weer niet. Ja verstuurt als het er op pan komt dan gaat het niet. Ja, ja nee nee, nee maar zeker. De hè, mensen anders. beïnvloeden, dat is aan zich wel echt, hè, want je laat mensen wel iets doen, ja, 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 dat ja, zij ja. niet willen doen. Ja, dus ja, dat ja. gegeven is, ja, het is niet echt een illusie, want dat is echt letterlijk. Je kunt die mensen beïnvloeden. Je geeft de illusie van de keu van vrijheid. Ja. Ja. Ik laat u, ik zeg maar iets. Ik heb een pak foto's. Ik laat u een foto kiezen. Ja. Jij kiest compleet vrijwillig. Maar ik wist welke foto dat je ging kiezen. Ja. Hoe komt dat? Omdat ik in de toekomst kan kijken? Ik denk het niet. Ja. Of omdat ik ervoor gezorgd heb dat, dat heel de situatie ertoe geleid heeft ja. dat jij die keuze ging maken. Oh ja, ja. Dat is, dat is inderdaad. ja. En wat je hebt ook zo, criminal profiling. Dat zijn iets anders. met iets meer op het individu gaan kijken. En, en dat je toch heel goede ja. voorspellingen kunt gaan maken. Van bepaalde ja. gedragingen of tricks. Oh, maar dat, dat wil ik zo'n beetje uh, proberen te deduceren dan. Maar is van. Uh, ja, ja, ik denk dat er heel veel interessante zaken zijn. Ook dan mede door uh, voornamelijk uh, psychologie natuurlijk. Waarin dat je echt wel ja, de realiteit toch een beetje. dat je er echt mee kunt spelen, om het zo te zeggen. En dan heb je natuurlijk ook al het overdreven effect. Maar ik vind het wel interessant om altijd zo te kijken: van ja, hoe vetbaar zijn we toch? Hey, net zoals. Uh, dat is ook zoiets eigenlijk ons, ons online profiel. Er gaat dan iets meer over privacy, maar is eigenlijk vrij. Um, uh, accuraat. Hè. Ze kunnen vrij eenvoudig voorspellingen maken. Al is het maar van: dit gaat jij leuk vinden, dit gaat jij niet leuk We vinden. Je ziet het al, aan de, de, de publiciteit waarmee dat is bestoken. En, voilà. ja. en, en ik vind het altijd zo grappig, want dan denk ik: maar, ik, ben, ik ben een unieker individu en ik ben niet zo voorspelbaar. Maar in die end zijn wij aan Amazon zo'n zo voorspelbaar. En, uh, en ik vind het altijd grappig als die illusie gebeurt. En weinig zelfkennis in veel gevallen. Maar daar hebben ze ook uh, een rondvraag aan universiteiten, aan professoren. Vinden dat je beter of minder goed lesgeeft dan je collega's? Ja. Hm. En wat bleek, 85% vond zich beter lesgeven. Wat dat dus al niet kon. Ik, Maar dat is blijkbaar die in de academische wereld ook wel een beetje wat dat toen met uh, Conny had, uh, van de ruimtevaart. Ja. Die had ook wel zo dat er heel veel ego was en, en nooit fouten toegeven. En Dat zit blijkbaar in de academische wereld ook wel hard ingebakken. Ja, maar iedereen daar professor dat net... is, maar dat is, uh, is wel... Eh, ah, ja. Okay, ja ik? Uh, gewoon... zeg, net fouten toegeven, want wetenschap is net dat mensen... Ah wel, beweren dat en heel de moeilijk is voor die, die de mensen. ...proberen om de poten van hun stoel te zaden. Ja. die, die, die hun eigen, hè. Als ze, als ze zelf onderzoek doen naar iets en ze komen tot daar, en dat wordt dan jarenlang eigenlijk als, als waarheid, en dan komt er een nieuw onderzoek. Nee, dat is, die kanteling is voor die. Ik denk die dat het strafverhaal is dat je doorverteld dat... ja? ja? Nee, in, in wetenschap. Ik heb al met veel professoren gesproken die dat ja. volgen. Dat ja. ze het ja. moeilijk, maar die moeilijk dat zelf. hebben zelf. Maar ja, op het moment, ja. moment dat ze de argumenten, de tegenargumenten krijgen om hun ja. stelling te verwerken, te verwerpen, bedoel ik, de goede wetenschappers zeggen dan. Ah ja, ik de go, de Absoluut, de af, go, af, 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 100%. Maar bedoel gewoon het als ego, dat moet. Te toegeven dat ze het fout zaten. Dat, dat, dat is voor iedereen. Met de wel sterkte wel, van de staat dus ja. gewoon ook binnen. Ja, dat is in, in de hele wereld, bij de hele samenleving zo. Nee. Ja, ja, ja. Ja. ja, nee, nee, maar dat is waar. <k accustomed> dus. ja, wel, maar, maar daarom, ook naar die zelfkennis, ik heb ook ooit zoiets, en dat is niet zo lang geleden, er is afgelopen jaren een onderzoek gezien, hoe juist dat was, ik weet het niet, maar het zegt wel iets, van, vindt u zichzelf, dat is in België, beter dan de gemiddelde bestuurder voor het autorijden? Ja, hilarisch natuurlijk, want ik denk dat nog absurder was, 90 of 95% zei van, ja... Ik ben beter dan de gemiddelde bestuurder. Dat is een make sense, hè? zo, zo werken ja, het. Ja. Iedereen dus... heeft zijn eigen beeld van wat is een goede bestuurder Een trage ja, ja. bestuurder dat is echt, ik rij traag, ik rijd veilig, ik rijd altijd links. Uh, iemand dat sneller rijdt. Ja, maar ik vind ik niet zo noodzakelijk. Ik ben een betere, ik kan beter autorijden, auto rijden, want ik kan rapperij. Dus iedereen is een beeld van dat goed is anders. Ja, is dan die maar zelfs als we die vraag nog harder de specifieren, datzelfde ja, ja. gaat terug, uh, terugkomen: de wel. overschatting van, uh, van zichzelf. Langs de andere kant, Absoluut. ook goed zeker dat mensen zichzelf overschatten. Want soms moet je iets doen voordat ja. je het kunt voordat je het aanleert en het dan uiteindelijk kunt. Oh, het hangt er vanaf was zeker. Maar ja, voilà. Ja. En je mocht er zeker niet naar gedragen, naar die uh, overschatting. Absoluut. Absoluut. Uh, zelf, uh, ja, ja, ik had het eigenlijk al een beetje gezegd. Hè. Uh, met, met kaartspel, ik je zeggen ja, dat je zelf zo wat overschat. Uh, maar, ja, be, be... maar zijn er zo echt gewoon in doodnormale dagelijkse situaties. waarbij dat je echt de het, het, ja, het expertise die je hebt kunt gewoon gebruiken. Of, of gebruikt effectief? Of is het enkel puur voor een show, voor een studie. dat je ja, je kennis. Ja, ik zou in eerste instantie zeggen. Eigenlijk alleen van mijn show, maar dat is niet waar, want ja. iedereen probeert dingen te doen. Ja. En, en, als je een dochter hebt van drie, vier jaar en die wil is dat je niet direct wil geven, haar kopje gaat een klein beetje scheef, haar ja. lipje pruilde ja, een ja, beetje ja, en ze zei: Allee, het is goed. Ja. Wat is dat? Pure manipulatie. Emotionele chantage. Pure manipulatie. Ja. True. Dus True. het True. zit gewoon in de Menselijke aardbewijzen. Dat je gewoon probeert te zorgen ja. voor een optimaal resultaat voor je eigen en dat alles daarvoor moet plooien en wijken. Ja. Denk ik. Ja, klopt. Maar daar, het voorbeeld dat je daar hebt, dat is een vrij. Bewust, onbewust, meer zo'n gevoel. Maar omdat je er zelf ja echt een oh, job van hebt gemaakt, is er dan echt dat je Sliver, het meer ja. bewust inzet ook in het leven bijvoorbeeld? Of, in het dagelijks uh, leven? Nee, dit eigenlijk niet. gebruik van kunt maken. Stel je gaat een huis kopen en je hebt zo'n uh, ja, verkoper dat, dat je direct merkt van ja, dat is mij in het zak aan het zetten. Is het makkelijker voor u om die dingen waarschijnlijk te nee. directeren? Nee? nee, omdat dat zo specifiek is in mijn, voor de show, de dingen ja. dat ik doe. En zoals gezegd ook, dat is echt twee uur Pure concentratie, dan ja. kunt dat niet volhouden in je dagelijks nee, leven. Nee, ja. Zelfs zal je met kinderen ook, ons gasten, ik denk, als we het een helft ervan weten, zal het veel zijn, zeker, en ja. een de helft moet ik niet weten, want dat gaat toch niet de waarheid zijn dat ze gaan zijn. Ja. Waarschijnlijk. Ja, is <laughs> ja. anders, anders dan, Je weet wel, het is. Ja. Het is, ja. <laughs> ja. Ja, nee, ik heb me wel inbeelden, maar inderdaad, hè, maar misschien nog niet. Maar als je, als je er inderdaad op inzoomt, dat, 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 uh, stel nu dat je morgen in een onderhandelingssituatie zou komen, dat je wel wat scherper staat of zo, Omdat je sneller kunt hmm. zien bij iemand van okay, zeker onzeker. Je hebt al principes anchoring en zo, waar je wat fluider mee speelt. Ja, maar ik ben dat ik daar huh? niet beter in ben dan de gemiddelde vrouw. <laughs> uh, ik bedoel daarmee, nu zijn we bezig over in, in taal, gebruik in het leven is intuïtief huh? intuïtie. Dat zijn, om de een of andere reden zijn dat meer vrouwen dan mannen die, uh, die daarmee spelen. Met je. Vooral in, in die sector van de paranormaal, in de toestand. Um, dus die, die, die daar ja, mee spelen. Um, maar of dat, dat dan. Pff, ja. Nee, in, in, in het dagelijks leven nee. nee. Hm. Ik ben heel fier dat ik een bedrieger ben op het podium. Nee, maar ik wil het licht. wel daar houden. Eigenlijk. Eh, ja, maar niet, niet per se dat je het zelf gebruikt in je eigen win, nee, nee. maar eerder kunt detecteren bij andere mensen, bijvoorbeeld een verkoper, bijvoorbeeld een kind uh, dat liegt bijvoorbeeld iemand anders, dat liegt in die situatie, ja. stel je een rechercheur en je moet ja, een verhaal zo, aanhoren, ja. dan moet je daar toch denk ik wel iets sterker in zijn door de kennis dat je Ja, hebt. maar het is geen exacte wetenschap. Nee. nee, nee met, die, met die good cop, bad cop bijvoorbeeld, nee. uh, bij de politiediensten, dat ze ook zeggen van ja, uh, die kunnen dat toch ook gebruiken. Ja, Cold reading bijvoorbeeld, een techniek die gebruikt wordt om zo gezegd met de geest te spreken, ja. wordt ook gebruikt in, in, bij politieondervragingen. Dus daar is het, het uitgangspunt. Doe alsof dat je meer weet dan hetgeen dat je zelf weet en probeer reacties uit te lokken. Dan mm -hmm. komt het op neer. Ja, ja, ja. ja. ja, 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 ja. Dus ja. mensen een ja. beetje breken. Of, of ja, en, en doen alsof dat je meer weet. Ja. Ja, ja, dat, dat is het zelf beginnen zeggen. Ja. Van en, zelf. en dan een geoefend ja. oog kan er inderdaad heel veel uit opmaken. Ja. Maar als ze. Uh, Veilos is dat niet. Hetzelfde nee. met die met, met leugendetectors bijvoorbeeld. Ik kan juist zeggen, liegen zijn, zijn heel interessant. Die worden nog steeds gebruikt, maar die zijn niet, nee, nee, niet nee. accuraat. Nee, zelfs juridisch afdwingbaar. En dus. heel gemakkelijk te misleiden ook. Allee, ja, als je ooit van een leugentest moet gaan, ja. stopt een punijs in je schoen. Ja. En iedere keer als je een antwoord moet geven, duw de keer op die punijs. Dat je voetpijn doet. Ja. Ja. Die test is niks waard, want je zit de hele tijd onder spanning. Ja. Ja. En die, die, de mensen die, die dat moeten ondergaan, dan. Die zijn ook gebriefd wat dat ze kunnen doen. Omdat... Dus dat werkt ja. een beetje van die. Niet Ik heb inderdaad, niet fijn, misschien als uh, tegenargument, inderdaad ook op je vraag: van hey, kunt je het meenemen in je dagelijks leven? Omdat je nu zei liegen. Nee. Ay, dat is nu even een subset van, nee. uh, van het onderdeel. Hè? Maar uh, dat is heel interessant. Ja, Daar is een aantal dingen over uh, proberen te lezen. Echt wel een aantal goede studies, et cetera. En zelfs de beste experts, echt de, de crème de la crème, zijn goed natuurlijk. En zullen heel goed met mensen kunnen handelen en zo. Maar zijn niet zoveel beter in te directeren: liegt nu iemand ja of nee? Misschien wel dat ze meer technieken hebben om uiteindelijk. De persoon doen plooien waar ze zelf de waarheid gaan ja. zeggen, en daar waarschijnlijk 100% daar twijfel ik niet over. Maar echt kunnen nu zeggen: ja, gelogen of niet gelogen, dat is blijkbaar ja, zo goed als onmogelijk. Natuurlijk, de ene persoon is de andere ook niet, uh, maar ik denk echt iemand ge een getrainde leugenaar, om het zo te ja. zeggen. Ja, blijkbaar... want die gaat dan een mix maken van signalen dat hij weet: van oké, okay, dat zijn signaal dat je geeft als je ligt, En dan die gebruiken wanneer dat hem de waarheid vertelt. En zo'n een, een soep ervan maken. En uiteindelijk weet, weet het niks. Hè. Maar eigenlijk nou. wel interessant zijn. We dat is nu even iets anders. Maar zo... Echt zo een, een politieverhoor, maar echt zo'n stevig. Hè? Zo twee profielen tegen elkaar. Die van elkaar beide weten. We weten eigenlijk alle soorten trucs dat je nu allemaal kunt hebben om mij mm. te gaan misleiden. En dan hoe moet u dan gedragen en soms kiezen er een bewust voor iets dat een bepaald signaal creëert misschien dan nog niet eens om te tonen van dat dat het is maar puur om zo uh, mensen terug in verwarring te brengen en dat wordt dan echt een heel metafysisch spel ja sorry dat was een, <laughs> een eigen rant <laughs> Klein is dat. maar um, liegen ja dat is wel interessant doet je dat um, ook in functie van uw show uh, hoe moet ik het zeggen echt een... in uh, iedereen paranormaal zat er een leugentest in ja. Ja. Hmm. moet dat ik dan ook uitleggen op wat dat klet. Ja. Dus bij de een was dat bij de intonatie, bij de ander was dat met een pendel. Uh, moest hij pendelen en had hij hetzelfde antwoord via zijn pendel. Ja. Um, en dan de beste leugenaar, dan, die mocht dan een spelletje poker tegen mij. <laughs> en rara, hij verloor. <laughs> ja, ja, poker is... Uh... Ja, nee, in poker inderdaad, zult je dan toch... ook. Ja. Ja, het is ook serieus overroepen dat je dat poker doet met die tiles en... en de hey, pokerface. Uh, ja, ja play yeah. the man, en de cards. Uh, uh. Dus daar kun je de boel manipuleren door te zetten, zuchten en blazen naar een goede kar in je handen, bijvoorbeeld. Ja. Of alleen maar, maar het is ook allemaal maar proberen en het is, geen exact, het is niet zeker dat het marcheert. Ja. ja, zeker. En ook als je puft en blaast, dan heel specifiek. Dat kun je ook maar tien keer doen of zo voordat je ook iets nieuws ja, moet er mee, verzinnen. Want anders wordt het ook een tellen. De beste die veranderen hun spel constant. Ja. Hè? Die... Keilabil, eigenlijk. Ja, ja, <laughs> ja, ja eigenlijk wel. Dat ja, ja. uh, kan, ik, kan ik snappen. Uh, nee, goed. misschien nog even uh, die. Echt um... Nou, ah, fuck, ik ben het vergeten. Uh, okay. ik, heb, ik heb nog wel... We zijn nog wel richting einde, dus ik heb misschien, misschien een van de laatste slotvragen. Mm. De tips voor de Normale mensen, like ik en Amélie en anderen. Uh, om misschien zich beter te weren tegen beïnvloedbare dingen ja. of, of dergelijke. Er is eigenlijk een, go een gouden regel. Als het ruikt nog bullshit, als het veel te spectaculair eruit ziet dan dat het echt zou kunnen zijn, ja. dan is dat gewoon ook zo. Okay. <laughs> dus echt gewoon gut feeling? Ja, ja zo ook zijn. weer. Op de internet kreeg ik nu ook weer iets van. Uh, ik weet niet meer welke rekenen, dat ze nu weer een foto genomen hadden. Van als je vandaag 250 euro uh, insteekt het einde van de maand. En van dan elke maand krijg je 4000, en zoveel euro. Ah, We zeggen geen We zijn uh, ja, niet zo'n financieel. Uh... Ik denk dat ze zelfs niet meer overgaan Sorry. tot de piramide. Dat ze ja. gewoon ja. incasseren en, van, en, en ja. niet, niet verder gaan ermee. Ja, ja dat kan. Ja. ja, too detailed. good to be true. Ja. Zo, allee, Philippe Geubels komt plots uh, een paar jaar geleden op, op het internet, langs alle kanten, van hij heeft een, uh, een ontluisterend interview gegeven en ze hebben geprobeerd om de uitzending af te breken, maar wat bleek, ze waren te laat. Het ja. is dus een systeem, hoe dat Philippe aan zijn uh, miljoenen gekomen is. Oké. Okay. Ja. ja, dat was dus de insteek. Ja. Dus euh, zeg, dat is een scam van begin tot einde. Je, je ziet dat zelfs de mail was slecht gemaakt. Hmm. Je zag het van een kilometer ver. Hij zegt: Dan zijn er malt die naar mij bellen. Zeg daar van: die investering, heb je dat ook eens geprobeerd? Dat is toch oké? Okay. Dan zeg je maar, ja, kalf, bel dan eerst, yeah. voordat je er je geld in steekt. Tuurlijk, ja. Maar die zijn dus ook ja, en, en dat marcheert, er zijn altijd mensen die er blijven inlopen. Ja, ja. Uh, anders blijft het ook niet bestaan. Dus nu weer zoiets heel anders, yeah. maar omdat je nu zo specifiek trekt, dat, dat heb je nog steeds ook heel vaak, Spammail, ik bedoel. Echt, ik heb miljoenen op rekeningen staan. Ja. <laughs> auto's, ik, heb, ik ben gestopt met auto's aan te nemen. <laughs> Pakketjes dat gaan toekomen. Ja. Ja, ja, De postpunt post, uh, <laughs> post, uh, <laughs> -post, die moet ja. iedere dag komen, met een ander pakketje <laughs> waar ik toevallig weer mijn pincode -pin voor nodig heb. <laughs> ja, ja, ja. Ja, echt. Ja. Maar er zijn, het blijft duur omdat mensen er toch blijven. Ja, nou, ik hè? heb ooit eens gehoord dat ze zo van dat soort genre van mails, de mail soms bewust zo slecht maken. Of als ik fouten of dit of dat. Om inderdaad ja. echt gewoon eigenlijk ja, het kaf van het koren te scheiden. in functie van hoe vatbaar iemand is voor zo'n soort misleiding. Ja, iemand die antwoordt op die uh, een mail die uh, heeft eigenlijk niet veel grammatica. en hopelijk is geen een slimme. dus let's go for it. Ja, ja zo werkt het. Ja, ja, inderdaad. En dat is eigenlijk wel. Uh, dat is wel maf, hè. Ja, uh, dat je een bewust een aantal uh, dingen erin steekt. waarvan je denkt. Ah, dat wil ik toch ja. niet doen. Eigenlijk wel. Ja. Uh, maar dat is ook allemaal zo van die. Ja, ja, misleiding in zekere mate. Uh. Ja, met een onkel Fred, dat ik nog nooit van gehoord heb, ook een paar miljoen die op mijn rekening zou moeten geplaatst worden. Alleen een uur of zo hé, voor de administratie. <totstuk> en ik krijg daar weer 100.000 euro voor. Nee, dat doet niet meer. <totstuk> <totstuk> ik, heb, ik heb ooit zoiets, uh, zo misschien eindigen, maar um, uh, op tijd, uh, ik weet niet meer wie dat, dat specifiek was. Uh, een comedian, en uh, hij bracht dat fenomenaal. Um, iets, iets bracht over. Oké, okay, ik kreeg een spammail, ik heb daar eens op gereageerd. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. I took my time. Uh, yeah, yeah. En uh, ja, ik heb er nu helaas geen grappige anekdotes over, maar je moet het zeker eens opzoeken. Ik denk als je zoiets wel intikt, dat je het vrij snel vindt, tijdens uh, spammails of zoiets. Maar, um, ja, en de mensen die, die daarachter zitten zijn in... toch ook uh, interessant om het zo te zeggen. Er, zit, uh. er is een filmpje ook dat bestaat van mm. een gast die ook zo in gesprek komt met. Mm. Uh, ergens in Indonesië, maar op een of andere manier een, een computer wiz. Uh, is erin geslaagd om binnen te gaan in de computer van die mannen, ja, van de spamme, en de hè? camera over te pakken. Uh. Ja, 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 zo er nog een paar linksjes ja. gezien. IP-adressen en dan de echte naam achterhalen. Voilà, het uh. moment dat ze dan plots hun eigen op dat, op dat scherm zien, uh. hilarisch, gewoon. Uh. <laughs> ja, ik denk, uh, ja, lachen. Yeah. Uh. Ja, maar je hebt er zo nog een paar, maar zo een paar, ja, met, met de influencers en de social media en ze zijn er ook zo'n paar die dat daar hun content echt van maken, ja, uh, uh. en dan is er zo een dat maakt van die pakketjes, en dan stuurt je dat op en dat spuit dan echt een geur en glitter. En in die de glitterbommen? Ja. Wat voor pa pakjes dieven of zo, zeker? Ja, ook zoiets. Ja, 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 ja maar ook, ook zo, Die deed dat dan ook bij scammers en zo. Die stuurde dat dan op naar dat telecenter <laughs> en een heel die een bureau... <laughs> Vol glitter, Maar Wat grappig, Misschien nog een laatste vraagje, maar um, dan kunnen we ze afronden, maar hoe bent je eigenlijk ooit gestart met zo... Um, misschien beter in begin gevraagd, maar met de focus op het paranormale, zeg maar. Was ah, er een ja, specifieke oh. reden voor? Ja, ja. Uh, ik ben begonnen in de tijd als echte maar ja, klassiek met de duifjes en de doekjes en mm. de toestanden. Ja. Um dan ben ik... Op echt toer... met duiven ook? Sorry. Ja, ja, met duiven, even... ja, ja, dan... duiven. Want ik heb ooit eens gehoord dat die duiven dan uh, ja, keiveel borst hadden en dat je hun vingers een beetje nat maakt en dan ineens zo kunt doen. Huh? Nee, ik weet het niet. Ja. Nee, ja. <laughs> ik het nee het ineens even afchecken. Okay. Nee, nee de, truc... nee, de truc is gewoon dat ze handtam zijn als je ziet dat ze ja, ja. naar je toe vliegen. Ja, 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 ja. En dat je inderdaad in, in de kooi met eten en ja. gewoon met één staat dat ze afkomen, ja. maar dan met dat water, is iets, uh, iets vrij nieuws. ja, ja oké. Okay. Nee, nee, nee. Ja. Ah, wel, dus dat teken begin... Dan ben ik twee jaar op de neer met de Nieuwe Snaart Theatertour. Mm. Um, wat ik dan ook de, de prettig gestoorde goochelaar van dienst was. Okay. Dan ben ik begonnen met mijn eerste um, theatershow. Um, dat was Rockagili, Rock Comedy Sideshow. Ja. Uh, en daar, dat was eigenlijk ook voornamelijk een freakshow. Met, met naalden en, en betonblok nog met een kop kapot. En al van die toestanden, ja. Een eten. Ja. Maar er zat ook één. <laughs> ja, mm. goed voor het ijzergehalte. Uh, er zat ook één stunt in de act. waar dat er telepathisch gegaan werd. Ja. En ik merkte al van de rek van al de rest mensen vergeten dat me van dat. ...komen ze me iedere keer aanspreken. Ja. Dus dat maakt duidelijk meer indruk... ...dan een duifje dat uit een ballon verschijnt... ...of een rood doekje dat verkleurt in het groen. Ja. Dat is duidelijk iets dat meer intrigeert. Dus ben ik dan begonnen werken met er meer in te steken... ...en uiteindelijk is dan de eerste... ...volledige mentalistische show was dan... ...iedereen paranormal. Ja. Ja. Dus het is eigenlijk vrij organisch gegaan... Maar, ja. En, en ik had dan ook nog het geluk, op het moment dat de show in première ging, dat ze ja. net begonnen met die reeks van 6 Zesde Zintuig of VTM, ja. ja. dat ik mijn pispaal had om uh, regelmatig ja. eens mijn mening over te ventileren. Ja. Ja. Um, en ja, dat was, dat was het begin eigenlijk. En ja. ondertussen is dat niet gestopt naar mij te fascineren, ja. wat er allemaal mogelijk is tussen de oren van onze kop. Ja. Ik zeg dat wel, want als ik, dan zal ik zeker laten, maar ja, als je zoiets, um, hoe moet ik het zeggen, iets fysieker ziet gebeuren, dan, dan kun je dat precies mentaal makkelijker debunken. ze van, ah ja, maar zo of zo. Ook al is dat niet ja. waar, hè? ook al ja, hoe ja. dat jij denkt dat het debunked is, zo is het niet. Ja. Um, maar met zo'n soort dingen, dan is het van, huh, hoe, hoe is, het dan, is dat dan? Dus dat met, is moeilijker testbaar. Met de doekjes en zo, is dat een puzzel, ja. waar je de magie probeert in te steken. In het mentalisme is dat eigenlijk ook een puzzel, van fuck, hoe kan dat hier nu? Wat je dan ook een systeem insteekt, en eventueel, dat vind ik... Persoonlijk ben ik ook geëvolueerd van de superman die alles kan, en alles kan lezen en voorspellen, mm. naar meer, uh, nee, ik ben een gewone gast die evenveel zintuigen heeft als jij, maar ik gebruik ze misschien wat beter, en ik ken mm. techniek dat jij niet kent, en daardoor kan de indruk overkomen dat je denkt dat ik uh, ja. paranormaal ben, maar dat is niet. Oké. All Cool. Goed. Ja? Tof gesprek. Yes, 100%. Uh, nee, Nee, hoe. Gilly, of uh, Lieve, uh, wat is... jullie? Oh Dat is... Ja, dan... We continue. Oh, oh, oh. Dat is... Uh, die naam is ontstaan ergens halverwege de jaren zeventig. En op dat moment, dan hadden alle illusionisten Italiaans klinkende namen. Dan had je mensen als Di Stefano, Martinello, Marcelino, uh, et cetera. Ja. En mijn vader kwam er op zijn ja, als je en zei, als jij pakt, Gili, Gili, Gili. Mm. En dan hebben we dat gedaan. En ja, ondertussen zijn we vijf, meer dan 40 jaar verder en heb ik die naam nog altijd. <laughs> <laughs> ja, ja, okay, ja, inderdaad. Ja. Uh, dat is altijd een referentie ook naar uzelf Dat is nu zo bij u een artiest. Maar... Ja, dat heeft lang tegen mij gewerkt. Dat mensen eerder dachten aan een kinderprogramma. Maar <laughs> uh. <laughs> ja, om de een of andere reden. Uh. Uh, en nog hooglaar is voor de kindjes. Hè. En dat is eigenlijk, zo ben ik eigenlijk begonnen ook met theater te doen, omdat ik op al die, die feesten en die toestanden, vooral binnen het illusionisme, waren de volwassenen de unserved audience. Ja. Alles was voor de kindjes met ballonnetjes en, en als er dan eens voor volwassenen gespeeld werd, dan waren het eigenlijk gewoon diezelfde dwaze kindertruc, dat is dan de voor volwassenen, maar hmm. allee, dan, daarmee... Pff, ja. Dus ben ik daarmee begonnen, met eerst eigenlijk typisch nog volwassenen, volwassen publiek te spelen, en dan in tweede fase doorgestroomd naar uh, het mentalisme. Ja, ja. 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 Alright. ja. Cool. Supercool. Ja, dus ja. poging 3. Dus uh, bedankt... Uh... Gaan we nog een keer stoppen? <laughs> ja, misschien, hè? Ja, wel maar... Nee, je ja? weet, wie weet. <laughs> Ja, mag, hè? Uh... Heb je nog een laatste vraag? Nee, het is nou... Okay. Uh, um, bedankt voor het vrij te maken, voor het gesprek. Yes. Uh, veel succes met je nieuwe show. Dank je Absoluut. zeer. En uh, misschien tot later. Of tot op de show ook. Uh... Ja, kom dus kijken, hè. Alle nee. informatie staat natuurlijk op de website. <laughs> gili.be Voilà. voilà en uh, we zijn nu bezig met het boeken van een tournee voor volgend seizoen. Dus... Uh... Oké. Okay. Kom eens af, Zeker. Later. Zeker. Zeker. gaan zien. Zeker. Zeker. Zeker.